Goedemiddag allemaal. Ik heb het plezier om introductie te doen en een beetje deze webinar aan elkaar te praten in plaats van Laurence Saillet die ziek is. Ik ben dus Mark Voosnaerts, directeur bij Shipit. We hebben een behoorlijk interessant onderwerp vandaag. Het is te zeggen dat onze steden, zoals dat iedereen weet, behoorlijk verstopt zitten. Dat er grote problemen zijn qua mobiliteit, dat er problemen zijn qua vervuiling, dat het klimaat een klein beetje geteisterd wordt, onder andere door CO2 die uitgestoten wordt in de steden. En een interessant item is natuurlijk hoe dat we dat kunnen verbeteren, hoe dat we de mobiliteit kunnen verbeteren in de steden, hoe dat we meer verantwoord kunnen omgaan met vervoer in de stad, dat heel dikwijls inefficiënt gebeurt. Met name in de bouw of in de bouw in steden wordt heel veel inefficiënt gewerkt. Is het vervoer niet echt de hoofdprioriteit van de aannemer? Zijn er toch wel een aantal oplossingen om dat te verbeteren? En dat is ook dat we graag voorstellen. We hebben vandaag bij ons om te spreken Marta van der Maassen van de firma Democo. Democo die een zekere ervaring heeft met een consolidatiecentrum ondertussen en die dat met heel veel plezier gaat voorstellen. Dan hebben we een presentatie van Shipit, dat zal ik helemaal zelf doen. Dan hebben we Geoffroy Drapier van de haven die de strategie van de haven van Brussel even gaat toelichten met betrekking tot de consolidatiecentra. Die in een grote stad als Brussel best wel nuttig zijn. En die ook het voordeel van het transport via water zal toelichten. Omdat Brussel nu eenmaal een stad is waar een kanaal doorheen loopt. En waar heel veel stukken van Brussel perfect te ontsluiten zijn via het kanaal. Dan heb je natuurlijk de gelegenheid om vragen te stellen. Daar zullen ook antwoorden op komen natuurlijk. Je kan in de chat vragen stellen. En op het einde van de chat, of het einde van de presentaties, zal ik dan kijken wie die vragen best beantwoordt. En zullen we proberen zo volledig mogelijk te zijn. Dus Marta, ik geef graag het woord aan jou. Hallo iedereen. Ik ben Marta en ik werk voor de firma Democo. Democo is een algemeen aannemer klasse 8, actief in Vlaanderen en Brussel. Ik ga jullie eigenlijk vertellen specifiek wij als aannemer. Wij geloven eigenlijk heel sterk in het hergebruiken van bouwmaterialen, mee eigenlijk in de transitie die Mark ook aankaartte. In een wereld waar we moeten onze bouwsector in zijn geheel transformeren naar een sector die meer milieubewust bouwt, geloven wij dat hergebruik van bouwmaterialen daar een heel belangrijke rol in krijgt. En dat door te bouwen met materialen die al bestaan en hergebruik, dat wij ook eigenlijk onze manier van onze werven en ons bouwproces gaan moeten aanpassen en dat daar nieuwe logistieke modellen voor zijn. En dat wij specifiek voor het gebruik, of het georganiseerd krijgen van deze materialen, hebben wij dus een logistieke nood of een vraag, waarbij dat wij gebruik maken van dus nieuwe centra, zoals die van Shipit in Brussel, om dat georganiseerd te krijgen. Ik heb een korte presentatie voorbereid. Ik ga dan hier mijn scherm delen. Jullie zien mijn scherm? Ja, oké. Okay. Ja. Dus Democo, algemeen aannemer, heb ik net toegelicht. Ik ga eigenlijk onze visie rond hergebruik en toelichten aan één project specifiek dat wij ook maken op een stuk grond van de haven in Brussel, niet zo ver van het kanaal. De reden waarom ik dat project uitleg is omdat ik eigenlijk graag zou willen uitleggen hoe dat wij dat aanpakken, hoe dat eigenlijk heel duidelijk toont dat wij daarvoor ook op zoek zijn naar andere logistieke modellen in de stad om materialen verhuisd te krijgen binnen het ecosysteem van Brussel. Het project wat ik kort ga toelichten heet Stadsatelier de Ville. Dat is een project hier. Mark, als ik me niet vergis, dat dit Shipit is, of nog een beetje verder. Eigenlijk niet zo ver van bij Shipit.
Dat is een gebouw waar wij zelf ook eigenaar van zijn. Dus ik treed daar eigenlijk in de rol, zowel als aannemer als bouwheer. Dat is een stuk grond van de haven van Brussel, dat wij samen met verschillende andere partners, die hier zijn opgesomd, gaan ontwikkelen tot een circulaire hub. Eigenlijk ook een beetje een centrum voor duurzame bouwmaterialen te verdelen, onderzoek rond te doen en te produceren ook. Focus daarbij ligt op hergebruik van bouwmaterialen voor Democo zelf, maar ook materialen, ongebakken leemproducten, natuurlijke materialen. Ook, er zijn ook een paar bedrijven zitten die meer bezig zijn met kenniseconomie. Voor dat gebouw te bouwen hebben wij een architectuurwedstrijd georganiseerd met een heel specifieke vraag naar die architecten dat dit project moet ontworpen worden met zoveel mogelijk hergebruik van bouwmaterialen. Daaruit hebben wij dan een architect geselecteerd die daar een heel open visie over had en die heel duidelijk had begrepen dat het werken met zo'n materialen, dat je niet weet wat er op je pad gaat komen, niet exact weet wat je gaat vinden, dat je ontwerp moet zo aangepast zijn dat je capabel bent om daarop te kunnen reageren. Het is gewoon voor een beetje te begrijpen het gebouw, hoe dat eruit ziet. Het is 2 bouwlagen met beneden industrie en boven kantoren. Wat ik hier heb, dat is niet zo heel duidelijk om te zien, dat is eigenlijk een print uit een boek dat ik hier heb liggen van een Zwitsers aannemer architectuurbureau, die ook heel veel bouwen met hergebruik en die eigenlijk proberen voor 1 raam uit te leggen welke stappen dat er allemaal bij komen kijken en welke andere logistiek dat daarvoor nodig is. Ik heb dat een beetje als introductieslide gebruikt, omdat ik nu voor een aantal materiaalstromen ga toelichten hoe dat wij daar zijn opgekomen op die materialen, hoe dat die bij ons komen, wat daarbij komt kijken en wat dat wij voor logistiek nodig hebben om die materialen van ontginning tot terug op onze werf te krijgen. Het eerste wat wij gerecupereerd hebben zijn stalen liggers. Die stalen liggers die hebben wij gevonden voordat wij een ontwerp hadden van een gebouw. Dus wij wisten dat wij een loods gingen bouwen. We hebben dan een sloper gecontacteerd met de vraag dat wij op zoek zijn naar loodsen en of dat die dat soms tegenkomt of dat die dat soms sloopt en of dat wij dat kunnen demonteren. Hij heeft ons dan een aanbod gedaan van een loods op de luchthaven van Brussel. Dat was de eerste keer dat wij dat deden, dus wij wisten ook eigenlijk niet zo goed hoe moeten we daarmee omgaan. Die sloper zelf die is ook meer gewend om dat staal te recycleren en naar het schoot te brengen, eerder dan dat voorzichtig te demonteren. Het is ook moeilijk om te bepalen hoeveel geld gaat je daarvoor bieden. Want die sloper zegt, ja, dat gaat mij meer werk kosten om dat te demonteren. Daar is eigenlijk zeer weinig kennis over wat dat exacte kost is om die gedemonteerd te krijgen, om die getransporteerd te krijgen. Hoe lang gaan we die moeten stockeren? Wat zijn de stockagekosten? Zijn daar genoeg ruimtes voor? Kan ik die 1-op-1 hergebruiken of moet ik die nog laten herlakken? We hebben dan met verschillende partijen samengezeten. Daar proberen we zo groot mogelijk inschatting van te maken wat er allemaal bij komt kijken en dan een bod gedaan. In dit geval heeft de sloper zelf de demontage uitgevoerd. Hebben wij met een transportfirma die balken allemaal getransporteerd naar het terrein zelf. Dus deze zijn we nu aan het stockeren op de bouwplaats zelf, omdat dat een leeg terrein is en dat we daar de mogelijkheid toe hebben. Maar ik kan me inbeelden voor andere projecten dat zeker niet het geval gaat zijn. Ik geloof heel sterk dat dit een beetje de praktijk wordt van hoe de bouwsector er gaat uitzien. Als dat effectief zo is, dan gaan wij verschillende consolidatiecentra nodig hebben binnen in de stad van Brussel om materialen op 1 site te ontginnen, overslag te hebben, een tijdje te stockeren en op een andere site terug te kunnen gaan installeren. Ander project dat wij ook al gerecupereerd hebben, is isolatiematten. Het zijn isolatiematten die moeten binnen gestockeerd worden. Dus dat vraagt eigenlijk een heel andere manier van werken. Voor die isolatiematten hebben we een protocol proberen uitwerken. De manier waarop dat die moeten gestockeerd worden. Daar
hebben we ook samen alles bekeken met Shipit bijvoorbeeld. Ja, hoe hoog kun je dat stockeren? Die matten, heeft dat niet allemaal dezelfde maat? Is dat handig als je dat verplaatst? Hoe lang ga ik dat moeten stockeren? En een beetje die gegevens allemaal bijhouden, wat de kosten zijn per vierkante meter, om stap voor stap daarvan te kunnen leren. Een ander product dat we klaar hebben liggen voor dit project zijn Eurodollar. Dat is eigenlijk een heel eenvoudig product, omdat dat gewoon een standaard formaat is, standaard te vinden op de markt. Wij wisten in ons project dat wij gingen bouwen hiermee. Dus vanaf dat de bouwaanvraag was ingediend, heb ik verschillende partijen gecontacteerd met de vraag waar dat we daar naar op zoek zijn. En heb ik een aanbod gekregen van Stationsplein in Roeselaren dat gesloopt werd. Daar hebben we samen de logistiek georganiseerd met de sloper zelf, die dat aan het demonteren was. En die in zijn demontageproces dat getransporteerd heeft. En ook dit product zijn wij nu aan het stockeren op onze site zelf. Voor laatste dat we al gerecupereerd hebben, is buitenschrijnwerk. Dat is een vrij moeilijk lot. Daar komt ook een heel specifieke logistiek bij. Dat is ook de sloper zelf, die durfde dat niet direct te demonteren. Dus hiervoor hebben wij samengewerkt met een onderaannemer die normaal ramen plaatst. Dus daar hebben we aan gevraagd om prijs te maken om die ramen voor ons te demonteren. Omdat ook het transport of de opslag van ramen is helemaal iets anders dan eurodollen. Die eurodollen zijn vrij bruut. Voor die ramen heb je glasbokken nodig. Iets wat wij zelf ook niet standaard hebben, of onze transportfirma's ook niet standaard hebben. Dus eigenlijk gaat er een soort systeem moeten worden van alle materialen waar we mee werken, dat je een heel specifieke logistieke oplossing hebt getransporteerd. Het laatste waar we nog iets over gaan zeggen, dat is het laatste lot dat we nu samen met Mark en William aan het transporteren zijn, ik denk vandaag en morgen, is voor de structuur een groot lot gelamineerde balken. Het zijn balken van 15 meter lang, 80 centimeter hoog, die in Kortrijk gedemonteerd wordt. Maar dat de sloper ook van zei, ik wil eigenlijk kunnen slopen en één voor één die balken direct op een oplegger kunnen leggen. Dat was ook wel een grote operatie, laat ik het zo zeggen, om met verschillende uitzonderlijke transportleggers naar Kortrijk te gaan, transport te organiseren. En die balken worden nu allemaal hier. Dus die liggen nu voor ons klaar, gestockeerd. Bij Shipit aan de haven van Brussel. Dat was in het kort een beetje voor jullie wat dat ik wou zeggen. Maar dat is conclusie eigenlijk voor mij, dat wat dat ik van groot potentieel zie in deze centra en het groot logistiek vraagteken van transport en opslag, dat eigenlijk heel de bouwsector voor veel uitdagingen staat en dat voor mij dit verhaal rond hergebruik met veel uitdagingen komt rond logistiek en opslag. En dat er zo'n consolidatiecentrum daar voor mij echt een van de grote oplossingen voor is eigenlijk, om dat georganiseerd te krijgen. Dank u wel. Dank u wel, Marta. En ik denk, een heel belangrijke hierin is natuurlijk, als je materiaal kunt hergebruiken binnen de stad, dan heb je minder transport nodig en de beste kilometer is nog altijd de kilometer die niet gereden wordt. Dus ik denk dat een heel belangrijke bijdrage kan zijn voor qua mobiliteit in Brussel, qua vervuiling enzovoort. En als dat een economische oplossing is, en ik denk wel dat ze dat is, want anders zouden we Democo daar niet aan deelnemen. Als dat een economisch haalbare oplossing is, is dat een hele goede oplossing natuurlijk. Ik ga mezelf niet introduceren, ik ga gewoon een presentatie beginnen. Het zou een beetje dom zijn. En ik heb hier een presentatie. Het is aan het laden. Oké. Kan iedereen mijn scherm zien? Start. Kun je mijn scherm zien? Ja. Oké, dan zie ik dat ik verder moet.
Zien jullie alle slides of één slide maar? Eén slide. Oké, dan is het goed. Dus ja, aansluitend eigenlijk op wat de moeilijkheden zijn in de bouwsector, zijn wij een aantal jaar geleden, dat is ondertussen zes jaar geleden, zijn wij gestart met een consolidatiecentrum in het noorden van Brussel. We hebben er ondertussen twee, waaruit dat we dus optimalisatie doen van bouwplaatsen door een georganiseerd en goed beter lopende logistiek eigenlijk in orde te brengen voor de bouwwereld. Shipit is in het heel kort ontstaan als binnenvaartvervoerder. Dus we hebben 11 eigen schepen waar we mee door ongeveer heel Europa varen. Onder andere ook naar Brussel natuurlijk. Wij bieden multimodale transportoplossingen aan in oorsprong. We doen op- en overslag van diverse goederen op 3 terminals in België. 1 terminal, binnenkort 4 terminals in België en 1 terminal in Zwitserland. En vandaag is het natuurlijk, gaan we het hebben over slimme bouwlogistiek. En dat is een project dat we gestart zijn 6 jaar geleden vanuit Brussel-Noord. We hebben ondertussen 2 terminals, dus de Brussel-Noord Terminal, Shipit Urban Terminal, Brussel-Noord, op Avenue du Port, vlak bij het nieuwe project van Democo gelegen. En dan hebben we een tweede in Brussel-Zuid, die dus in Anderlecht ligt, ook weer aan het kanaal daar, op de Dyk du Canal. En vanuit die 2 depots, en dat is een straal van 4-5 kilometer die we hebben vanuit elk puntje van Shipit, bedienen wij of kunnen wij 70% van alle werven, alle bouwwerven bedienen op minder dan 30 minuten. Dat wil zeggen dat we 70% van Brussel, 70% van de Brusselse inwoners bereiken op een tijd van minder dan een half uur. Even ter introductie. Heel belangrijk. Buildwise en KPMG hebben een studie gedaan in 2022 en hebben gemerkt dat de wijziging van de logistieke keten gezien wordt als de eerste en belangrijkste korte termijn oplossing om de gezondheid, de economische gezondheid van de sector te verbeteren. Je ziet hier op links van boven puntje 10, dat is vandaag mogelijk en het heeft een ontzettend grote impact. Dus ze zijn belangrijker dan bijvoorbeeld de schaarste, de war for talent. Belangrijker dan de digitalisatie van de sector is het verbeteren van de logistiek. Hoe doen we dat? Eigenlijk heel eenvoudig. We hebben een Smart Construction Logistics Terminal, dus het BCCC werd dat oorspronkelijk genoemd, Brussels Construction Consolidation Center, waar we alle inefficiënte stromen, die normaal gezien rechtstreeks naar een werf gaan, waar we die consolideren. Dus we verzamelen daar, of we brengen daar alle inefficiënte stromen samen. En we gaan die consolideren tot op de bouwplaats. Dat wil zeggen dat we een aantal lege vrachtwagens vermijden die op de werf komen. Of half lege vrachtwagens vermijden. En dat we sowieso vermijden dat er te veel leeg teruggereden wordt vanuit een werf. Omdat we ook materiaal mee terugnemen, verpakkingsmateriaal of overschotten of wat dan ook. In een eerste fase, en dat is normaal in een werf natuurlijk, beginnen we met ruwbouw. En ruwbouw is typisch iets dat per schip kan binnenkomen in Brussel. Want het gaat over grote volumes. Jaarlijks heeft Brussel zo'n 120.000 bouwwerven. Dat is een pak. Maar dat gaat dus van de kleine werfjes van iemand die zijn badkamer verbouwt of zijn keuken verbouwt tot de echt heel grote werven, zoals Tour en Taxis of de WTC-torens of wat dan ook. Brussel krijgt ook 10.000, netto 10.000 nieuwe inwoners, ontvangt 10.000 nieuwe inwoners. Dat wil dus zeggen 3.000 gezinnen ongeveer die erbij komen elk jaar netto. Als we dat zien, en we weten dat het probleem van Brussel qua mobiliteit al redelijk groot is, dan weten we dat we over een aantal jaar een probleem hebben dat bijna onoverzichtelijk wordt, tenzij we er effectief iets aan doen. Als we dan eens kijken of inzoomen op de bouwactiviteit zelf, dan merken we dat er 4.000 vrachtwagens, dus dat is 1/4 van alle vrachtwagens die Brussel binnenkomt, 4.000 vrachtwagens bouwgerelateerd zijn. Er zijn 2000 vers product, betonwagens bij. Daar kunnen we vrij weinig aan doen. Dat zijn wagens die volledig gevuld zijn. Daar kun je ook niks aan veranderen. Omdat dat
een vers product is met een heel beperkte shelf life. Maar we hebben ook nog 1200 vrachtwagens die voor minder dan 50% geladen zijn. Minder dan 50% geladen, dat wil zeggen dat je de vrachtwagens regelmatig toekrijgt op een werf waar 1, 2, 3, 4 paletten op zitten, waar normaal gezien 33 paletten of meer op kunnen zitten. Dus dat is de inefficiëntie in de bouwlogistiek die wij er proberen uit te halen in een eerste fase, dus in de huurbouw. Als je kijkt naar het aantal inefficiënte vrachtwagens dat je gemiddeld ontvangt op een werf, naarmate dat de werf groot is, ga je dus voor een werf die meer dan 50 miljoen euro kost of omzet genereert, minstens 10 vrachtwagens per dag binnenkrijgen die inefficiënt zijn. Inefficiënt wil zeggen ofwel niet aangekondigd, ofwel een dag of twee of drie dagen te laat, ofwel met een paar palletjes geladen waar dat een volledige vrachtwagen zou kunnen zijn, ofwel volledig geladen met dingen die niet direct moeten gebruikt worden. Zo gaat dat ook voor werven van tussen de 10 en de 50 miljoen euro, van 5 tot 10 miljoen euro, waar uiteraard het aantal inefficiënte vrachtwagens dat je per dag binnenkrijgt iets geringer is. Als we naar een ruwbouw gaan kijken, en dat is een effectief project, dus dat is een project dat we gerealiseerd hebben voor Tour en Taxis, of de eerste fase van Tour en Taxis, waar we 80 vrachtwagens per maand of 4 vrachtwagens per dag binnenkregen vanuit Burgt was dat toen, nu komt dat vanuit Koningsbos, dus 150 kilometer van Brussel verwijderd, komen die vrachtwagens binnen, die komen naar Brussel gereden en die gaan leeg terug. Vrachtwagens die wel volledig geladen zijn, maar wat kan je ermee doen? Met vrachtwagens, dus 80 vrachtwagens per maand, die geladen zijn gedeeltelijk met standaardproducten en gedeeltelijk met producten die op maat gesneden zijn, die kunnen we een groot deel per schip brengen. Dus we kunnen makkelijk 80 truck equivalents, of een hele maand hele blokken, dus ik zeg dat volledige blokken, naar Brussel brengen per schip. En dan nog 1/4 van de vrachtwagens overhouden die of maatproducten brengen tot op onze terminal. Op onze terminal gaan wij terug die twee samenbrengen, dus het deel standaardproducten met de découpés, dus met de producten op maat, gaan we terug samenbrengen op onze terminal. Dat gaan we digitaliseren en dat gaan we op heel korte afstand met de vrachtwagen leveren. Dus vrachtwagens doen bij ons, in dit geval natuurlijk, was dat zeer aantrekkelijk op Tour en Taxis, maximum 500 meter, leveren just in time, just in place, zonder via een school te passeren of zonder in de file te staan, kunnen die leveren, gedigitaliseerd. Dus dat wil zeggen dat de aannemer kan perfect bestellen wat er moet geleverd worden, ook ziet elektronisch wat er gaat geleverd worden en dat hij ook weet dat op 10 minuten na de vracht die hij besteld heeft ook op tijd gaat komen. In een volgende fase, dus de afrekeningsfase, logisch, hebben we een aantal fenomenen gezien die we eigenlijk liever toch niet zien in de stad. Vrachtwagens die inderdaad met 3, 4 paletten geladen zijn of 1 palet met veel moeite, die toekomen op een werf. Dat is eigenlijk niet aanvaardbaar. Dus hebben wij ervoor gekozen om vrachtwagens voor bijna volledig te laden. Dus voor 70-80% of meer te laden. En op de werf, in afwerkingsfase, gaan wij niet dat ergens neerzetten vlak voor de werf, op de stoep of waar dan ook. Nee, we gaan dat leveren tot op het juiste verdiep, op de juiste plek, in de juiste kamer. Dat wil zeggen dat we dankzij dus natuurlijk de digitalisatie van ons systeem, dat we aan de klant kunnen aanbieden dat in plaats van overal te moeten gaan zoeken naar zijn badkuip of wat dan ook, dat wij vrachtwagens die inefficiënt geladen zijn, niet naar de werf gaan laten rijden, maar wel vrachtwagens die bijvoorbeeld met alle badkuipen voor de hele werf tot bij ons komen. Wij gaan die badkuip leveren op het juiste moment, op de juiste plek, op het moment dat gevraagd wordt door de aannemer. In plaats van een volle vracht, eventueel een volle vrachtwagen badkuipen of een volle vrachtwagen chauffage of wat dan ook op de werf te leveren met alle gevolgen van dien, dus badkuipen die verdwijnen, die beschadigd worden, chauffage die ergens geplaatst worden waar ze daarna moeten uit de kelder gehaald worden om met de hand, want de lift is ondertussen weg, met de hand tot op het 8e of 9e verdiep te gaan leveren. Nee, dat vermijden we, want we gaan op het juiste moment met onze latterlift alles op het juiste verdiep gaan brengen in de juiste kamer. Dus
Kitting heet dat, dat laatste product, dus die afwerkingsfase, dat hebben wij kitting gedoopt. Dat wil zeggen dat we just-in-time, just-in-place leveren van afwerkingsmateriaal aan een kwaliteit die van 50% naar 95% gaat. He, op dit moment worden dus inderdaad, zijn er lange leveringstermijnen of wordt er totaal de fout moment geleverd. Maar we gaan dat dus door de consolidatie bij ons, door het feit dat wij eigenlijk perfecte controle hebben op wanneer wat juist geleverd wordt en hoe dat we dat samenstellen, gaan we die leveringskwaliteit naar 95% brengen. Daardoor, door die consolidatie, gaan we ook 50% minder vrachtwagens de stad insturen. Met als gevolg natuurlijk 50% minder CO2-uitstoot. We gaan ook besparen, financieel besparen, economisch besparen, tot 10% voor de onderaannemer en aannemer. En dat gaat tot een reductie van 2 à 5% van de totale bouwkosten. Dus dat is een enorm bedrag eigenlijk dat kan bespaard worden. En dan tenslotte kunnen we de kosten delen tussen de aannemer en de onderaannemer, want beide hebben er baten bij. We hebben een test uitgevoerd voor een paar werven. Eén daarvan is Tervuren Square, een werf van BPC. Waar we zien dat effectief 50% van het aantal leveringen op de werf nog gebeuren, indien we dat goed coördineren, indien we dat consolideren op de werf, bij ons. Nog een test hebben we uitgevoerd op Erasmus Garden, waar we gemiddeld 3 dagen te laat hebben gemerkt, of dat de goederen gemiddeld 3 dagen te laat kwamen, dat zijn die rode bolletjes. En via kitting of via het consolidatiecentrum zijn we erin geslaagd van gemiddeld met een vertraging van 11 minuten te leveren. Wat dat dus een aanzienlijke verbetering is in de service. Nog op Tervuren Square hebben we gemerkt dat voor alles kitting, of de afwerkingsfase zoals wij die voorstellen, voor alles een economische beslissing is. Het linkse kolommetje is business as usual. Dus dat is hetgeen dat de klant nu betaalt aan zijn onderaannemers en aan zijn transport enzovoort. En we zien dat we door consolidatie, door het goed organiseren van die logistieke stromen, een aanzienlijke reductie krijgen van de kosten, de logistieke kosten. En de logistieke kosten komen natuurlijk bij de bouwkosten bij. En als je daar zo gevoelig op bespaart, dan bespaar je uiteindelijk op je bouwkosten. Dat is logisch. Wat hebben we in de toekomst nog? We hebben nog iets, uiteraard, als er dingen naar de werf gaan, hebben wij vrachtwagens die daar leegkomen. Wij proberen zoveel mogelijk goederen terug te laden, dus dat zijn overschotten en verpakkingsmateriaal. Maar we kunnen nog een stap verder gaan. In de toekomst gaan we zover gaan dat we sorteercentra op de werf zouden kunnen plaatsen, voor een werf die groot genoeg is natuurlijk. Sorteercentra plaatsen, dat is in het begin zal dat een aantal big bags zijn, waar dat we een eerste fracties gaan scheiden. Bijvoorbeeld paletten gaan we scheiden, we gaan plastic scheiden, we gaan hout scheiden, we gaan allerlei makkelijk te scheiden materiaal in het begin scheiden, maar we merken wel dat tot 90% dat nu verdwijnt in een algemeen afvalcontainer, kan gescheiden worden en kan uit die algemeen afvalcontainer gaan. We gaan dat sorteren aan de bron, dus dat is op het moment dat het gegenereerd wordt, de afval, gaan wij ook zorgen dat het gesorteerd wordt, samen met de bouwonderneming uiteraard die ter plaatse is. We kunnen tot 24 fracties per werf gaan sorteren. Dat zijn voorbeelden die we uit het buitenland hebben onder andere. Die 24 fracties gaan we dus, zoals gezegd, niet van in het begin doen, maar dat gaan we dus op termijn gaan we dat kunnen doen en dat gaan we ook gaan doorvoeren. Ik denk dat er voldoende aannemers zijn ook die geïnteresseerd zijn in dit soort efficiëntieslag. Want wij hebben toch een vrachtwagen die op de werf komt, die kan ook goederen mee terugnemen. Die kan meer mee terugnemen dan dat er nu mee terugneemt. En we gaan ook aan de sensibilisering en vorming gaan we ook iets doen en een stukje logistieke consulting eventueel op de werf voor de aannemer. Wat kunnen we concluderen? We hebben 2 activiteiten gestart bij Shipit Noord en Zuid ondertussen ook, waar we voor de ruwbouw tot 20% leveringsbewegingen kunnen vermijden. Dus we gaan van vrachtwagens die voor 50% geladen is naar max, naar zeker 75 of minimum 75 à 80%. Wat dus ook 20% van de transportkosten vermindert. Want we gaan een groot stuk van het traject per schip doen. En een schip is per definitie zeker niet duurder dan een vrachtwagen. Want we gaan wel een keer extra moeten overladen. Maar het is een stuk efficiënter. En het maakt ook dat je als aannemer bijvoorbeeld in plaats van een paar dagen te moeten wachten op je goederen of op je materiaal, dat je zelfs, als het bij ons staat, dat je dat op een half uur maximum bij je kunt krijgen. Voor kitting, dus de afwerkingsfase,
gaan we 65% minder lichaamsbewegingen doen. Dus minder 65% minder, dat wil zeggen dat we meer dan gaan halveren. Dat wil ook zeggen dat je 65% op transportkosten kunt besparen. In eerste fase externaliseren en bundelen van de logistieke kost. En een tweede punt is de logistieke optimalisatie, wat logisch tot minder kosten zal leiden. Dus 50% minder CO2, 50% minder vrachtwagens in de stad, leveringskwaliteit van 50 naar 95% en tot 5% besparing op de totale bouwkost. Werken die we tot nu toe gedaan hebben, Erasmus Garden, ik heb het al een paar keer genoemd, Hotel Astoria, hebben we een pak geleverd, Zini Noord, dus dat zijn de oude WTC-torens. Tervurenskweer heb ik al genoemd, ook Chocolaterie, nog een werf van BPC, Canal, dus het nieuwe Musée Pompidou, waar wij heel veel materiaal hebben uitgehaald en ook terug naar daar brengen. Trouwens ook voor Zini Noord, dus voor de WTC-torens, hebben wij alle terrasdallen, dus 600 ton terrasdallen, hebben wij dat gerecupereerd, hebben dat gereinigd en we hebben dat teruggebracht op de werf. Dat wordt nu, zijn de laatste vrachtwagens naar de werf geleverd. Dat materiaal wordt hergebruikt. Er is geen nieuw beton moeten gemaakt worden. Dus dat is eigenlijk een operatie die zowel economisch als ecologisch een grote impact heeft gehad. Dat doen we ook voor Canal. Dus we hebben de buitenmuren van het Centre Pompidou staan bij ons ondertussen. Die worden gereinigd nog en die gaan teruggeplaatst worden. We hebben een aantal binnendeuren daar staan. We hebben spullen staan, stenen staan, we hebben dorpels staan enzovoort. Dat wordt allemaal hergebruikt. En dat zijn dus ook kilometers, of veel minder kilometers, die gereden gaan worden. CityDocks hebben vanuit ons Zuidterminal geleverd, Parkwest hebben geleverd. We hebben Treffle geleverd, Chancellerie voor BPC geleverd, Tour & Taxi geleverd, Commerce voor Maas, en noem maar op. Dat zijn er maar enkele van de werven die we geleverd hebben. Onze klanten ondertussen, na 6 jaar, is dat best indrukwekkend, vind ik. Ik ga ze niet allemaal noemen. Maar dank u in alle geval. En tot slot heb ik dan ook nog dat we actief zijn in de Green Deal en de stedelijke logistiek. Maar dat we ook ondertussen als Most Sustainable Company 2023 verkozen zijn voor de Trends Impact Awards in de categorie mobiliteit. Voilà. En vragen, dat gaan we dan ze bieden. Doen zeker. Goed, dat was mijn presentatie. Ik ga stoppen met delen. Stoppen met delen. Kijk. Waar staat het knopje van stoppen met delen? Het maakt niet uit. Het is mijn beurt, nee. Het is uw beurt, hè. Heb je daar ook stoppen? Ik ben Geoffroy Drapier. Ik ben hier als vertegenwoordiger van de haven van Brussel. En ik heb ook een kleine presentatie. Partagen, delen. Voilà. Zien jullie mijn... Ja. Ja. Een minuutje. Voilà. Dus ik ga mijn presentatie beginnen met de volgende vraag. Waarom is de haven aanwezig op dit webinar? De eerste reden is vrij simpel. Omdat de haven is een publieke instelling met veel grond ter beschikking voor bedrijven met commerciële activiteiten en activiteiten met toegevoegde waarde. Er zijn ongeveer 200 bedrijven met concessiecontracten, waaronder een aantal uit de bouwsector. Dus betoncentrales, groothandelaren in bouwmateriaal enzovoort. De slide toont hier de drie gebieden waar de haven grond heeft. En jullie zien dat ze een interessant deel van de regio treffen. Waarom de haven deelneemt aan deze webinar? De tweede reden is ook heel eenvoudig. Omdat de haven een belangrijke logistieke as beheert voor het transport van bouwmaterialen
en de afvoer van bouwgrond. Je hoeft maar naar de transportcijfers te kijken om te zien dat de bouwsector de grootste is in de haven met 60%. Dus het is heel belangrijk om hiervoor te interesseren. Deze route, deze as, ligt ook slechts op een paar uur vaar van Antwerpen en biedt ook toegang tot de centrale regio richting Charleroi. Ik zal om te beginnen een paar belangrijke punten geven om jullie te helpen begrijpen wat de haven doet. En dan zal ik ook een paar woorden zeggen over wat we aanbieden en willen ontwikkelen binnen de haven. Dus een kleine kernpunten. Dus de haven is een landlord port. Dus we zijn geen logistiek operator. We beheren op zich terreinen. Dus we beschikken over ongeveer 100 hectare terrein en gebouw die wij ontwikkelen in overeenstemming met de strategische doelstellingen die zijn vastgesteld in het masterplan 2030 en in de verschillende beheerscontracten tussen de haven en het gewest. Over het algemeen sluiten we concessiecontract van minstens een jaar tot 20, 25 jaar, afhankelijk van de investeringen. Momenteel zijn bijna alle terreinen die we hebben bezet. Dus de bezettingsgraad is heel groot. Het is goed voor de haven, maar altijd een uitdaging om nieuwe bedrijven te kunnen hebben. Als er een terrein vrijkomt, doen we meestal een projectoproep als de oppervlakte van het terrein meer dan 5000 vierkante meter is. Er zijn drie hoofdgebieden. De voorhaven, hier de voorhaven, waar de containerterminal van Van Moer ligt en de onlangs herstelde spoorverbinding dat jullie hier zien. Het centrum met de twee dokken, vergrote dok en bekerdok. Een vergrote dok waar bijvoorbeeld betoncentrales gevestigd zijn en ook de BCCC van Shipit. En hier het TACT met het Democo-project. En we hebben ook het tiercentrum met ongeveer 100.000 vierkante meter opslagzone. Voor puur opslag. En dus we hebben aannemers, we hebben bedrijven van de bouwsector die daar een kleine oppervlakte hebben om een backup opslag te voorzien. En de derde zone is het zuiden, waar het Bistebroek dok ligt met de rechteroever die gedeeltelijk ontwikkeld moet worden. Dus die zone moet ontwikkeld worden en die zone hier wordt gebruikt door Shipit. Als wij naar de cijfers kijken, zien we het belang van de bouwsector in het verkeer dat door de haven wordt vervoerd. Deze 2,9 miljoen ton die met de bouwsector verbonden is, verantwoordigt zoveel verkeer dat niet op de weg vervoerd wordt. Dus het is een dynamiek die aangemoedigd moet worden. Het is een belangrijk punt voor de haven. Het is hier een kleine een aantal info over het waterwegverkeer. Het is daarom met deze vaststelling dat de haven heeft het masterplan voor 2040 opgemaakt. En in het masterplan wordt vermeld de optimalisering van logistiek in de bouwsector en het hergebruik van materialen. Het wordt vermeld als ontwikkelingsprioriteit voor de haven. Dus het masterplan is een lange termijn visie. Naast dit strategisch plan voor de lange termijn dus, zijn de doelstellingen
voor de komende 5 jaar vastgelegd in een beheerscontract tussen de haven en de regio en het gewest. Dus de 2 documenten, als jullie interesse hebben, zijn beschikbaar op onze website. Het huidige beheerscontract tussen de haven en het gewest loopt de komende maanden af en het zal nodig zijn om de prioritaire project voor de komende 5 jaar te bepalen opnieuw in de lijn van het masterplan 2040. Dus in het masterplan waren 3 strategische gebieden, ontwikkelingsgebieden vermeld. Duurzame transitie, altijd met een duurzame luik, dus transitie en ook de logistieke connectiviteit. Vandaar het project BCCC. Dus in het kader van het huidige beheerscontract voert de haven bepaalde acties uit om het gebruik van de waterwegen te bevorderen, onder andere voor de bouwsector. Dus concreet gezien, wat kunnen we doen? Een belangrijke actiepunt van de haven, in het gelink aan de bouwsector, is de steun aan de ontwikkeling van de activiteiten van het BCCC. Dus Mark heeft goed gezegd van over de meerwaarde en de toegevoegde waarde van dit soort consolidatiecentrum. Dus hoe kan de haven zijn steun geven? Het is eigenlijk door ruimte te bestemmen voor zo'n activiteit. Dus in Vergotendok en Bisterbroekendok, het is elke keer bijna 10.000 vierkante meter oppervlakte die bestemd zijn voor de ontwikkeling van die consolidatiecentrum. Dus deze ruimtes worden momenteel uitgebaat door Shipit, zoals Mark heeft gezegd. En in de nabije toekomst wil de haven een bijzonder bestek publiceren voor de toekenning van een dienstconcessie voor de uitbating van een consolidatiecentrum. Dus het zal een lastenboek zijn voor 20, 25 jaar. We moeten nog het document finaliseren. Maar op korte termijn zal ook de haven een request for information publiceren op onze website. Om bedrijven die geïnteresseerd zijn in die zone aan te moedigen om hun interesse te laten zeggen aan de haven, naar ons te communiceren. Dus een andere manier om het gebruik van de waterwegen en in verband met de bouwsector ook, en om het gebruik van de waterwegen te stimuleren, is het behoud van de stedelijke overslagpunten. Dus we spreken over de hubs, dus de 2 hubs in groen, die zijn de consolidatiecentra. We spreken over hubs, maar ook over spots. De spots zijn de kleine overslagpunten die gebruikt worden voor een bepaalde periode zonder opslag op site. Dus de hubs zijn ook belangrijk voor de promotie van de logistiek activiteit, de multimodale logistiek in verband met de bouwsector. Dus de haven moet voorzichtig zijn en moet het behoud en de ontwikkeling van deze overslagzones in het gesprek met het gewest blijven verdedigen. Dus het zal een belangrijk punt ook in de volgende beheercontract tussen de haven en het gewest. De haven neemt ook regelmatig contact met projectontwikkelaars en grootbouwbedrijven als we zien dat een project goed gelegen is om de waterweg te gebruiken. We kunnen dan stakeholders die interesse hebben om samen te werken aan een project met elkaar in contact brengen. En we kunnen ook nuttige adviezen en contacten bezorgen aan andere publieke partners, zoals gemeenten of andere
partners zoals hubs en andere instellingen zoals Milieu Brussel. De haven stelt ook een transportdeskundige ter beschikking van haar concessiehouders en van elke onderneming die geïnteresseerd is in het gebruik van de waterweg om de haalbaarheid van een modal shift te analyseren. Het bedrijf in kwestie is momenteel tractable tot eind volgend jaar. Dus als jullie een interesse hebben als bouwbedrijf, neem gewoon contact met ons via onze website, via rechtstreeks naar mij, via het adres logisticsfacilitator@port.brussels. Andere actiepunten zijn de volgende. Dus de haven verleent ook subsidies om het gebruik van de waterweg aan te moedigen. Voor het vervoer van materiaal die niet in bulk worden vervoerd, zoals paletten, maar ook andere logistic units, zoals big bags of andere mogelijkheden. Dus we spreken nu over een bedrag van 2 euro per laadeenheid. Dus het is een mogelijkheid voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in het waterweg. En de haven werkt ook samen met publieke partners zoals Mobiel Brussel om het gebruik van de waterwegen aan te moedigen. Dus we proberen bijvoorbeeld een verandering in het wettelijke kader en het gebruik van specifieke middelen zoals clausules over duurzame logistiek in de overheid opdrachten aan te moedigen. Dus het is een dynamiek die lopende is. Dus we werken op maken van een structurele logistiek duurzaam, een clausule voor duurzaam logistiek in de publieke lastenboeken. Voilà, dit zijn in kort samengevat de huidige initiatieven van de haven om het gebruik van de waterweg door de bouwsector aan te moedigen. Dus ze staan altijd open voor ideeën, voor het creëren van nieuwe tools of regelingen voor bedrijven om duurzame logistiek te promoten. Dus aarzel niet om contact met ons op te nemen. Aha, ik krijg een vraag van Ellen. Wanneer is een werf groot genoeg? Wacht zo. Om een sorteerswinkel op de werf te voorzien. Dat is een goede vraag. Als er voldoende afval te verzamelen is, maar een werf is vrij snel groot genoeg. Maar ik denk dat je moet rekenen van 30, 40 appartementen sowieso. Maar ik kan dat eventueel aan mijn collega William vragen, als die nog hier in de groep zit. Die is heel actief bezig met het Return Logistics, het project Reload. William, ben jij er nog? Ja, ja. Ik zal proberen in het Nederlands te antwoorden. Je zegt maar 30 en 40 appartementen, dat is al te groot. Hè? Niet te groot, dat is al goed. Maar ik geloof dat vanaf 2 of 3 miljoen euro, dus vanaf tiental appartementen, een werf is groot genoeg om kitting diensten, om de rubo-diensten en ook de afval sortering implementeren op de werf. En waar jullie zullen iets voor de duurzaamheid toevoegen, maar ook iets voor de... die zal ook goedkoper zijn met onze dienst. Dus ja, we zeggen altijd vanaf 2 miljoen ongeveer, dat is al super interessant. Oké. Zijn er nog vragen? Ik zie niet direct iets komen. Oké, als er geen vragen meer zijn, dan denk ik dat we kunnen afsluiten. Tenzij er nog slotopmerkingen zijn van iemand. Marta, Geoffroy?
of andere? Ja, misschien een vraag, Mark. Er was een slide met societal cost. Wat zijn de verschillende kosten die berekend zijn in de coût societal? Want in de vergelijking was business as usual een bepaalde coût societal vermeld, maar ja. In de tweede, met het gebruik van een consolidatiecentrum, was er geen coût societal meer. Dus wat is... Kleine coût societal nog. Maar het grootste impact is eigenlijk op mobiliteit. Mobiliteit of immobiliteit in een stad kost handenvol geld. En daar vinden we dus een hele hoop geld terug. Kunnen we een hele hoop geld recupereren. Je hebt ook op vervuiling. CO2-uitstoot, die een waarde heeft, die een zekere waarde heeft. En dat is een tweede grootste factor. Maar mobiliteit is de grootste. En de CO2-uitstoot, die meer en meer... En je moet beginnen geld te betalen eindelijk voor CO2. Maar CO2 kost aan de maatschappij veel meer. Is hetgeen dat je ervoor moet betalen om te compenseren. Dus je maatschappelijke meerwaarde die je hebt van minder kilometers te doen of van materiaal per schip naar de haven te brengen, het heeft een heel grote societal kost of societal impact. Okay. Just aan de grootste. Oké, bedankt. Zijn er nog vragen? Ik dacht het niet, hè? Oké, dan zou ik iedereen willen danken, ook uit naam van Inbeeld, voor jullie deelname. En als er nog vragen of opmerkingen zijn, ik denk dat u heeft allemaal onze, van iedereen denk ik, de e-mailadressen. Dus don't hesitate. Dank u wel en fijne namiddag nog.